Goedemiddag, wij zijn super weer gereden, want we zijn in Maasdijk aangekomen. We komen hier op bezoek bij Giro Hermeline uit Wetteren. En wat er zo speciaal is aan hun kamp, dat gaan we zo zien. Kom maar mee. Het zonnetje schijnt en waar kunnen we dan beter zijn dan op een Giro kamp? Wij zijn vandaag uitgenodigd bij Giro Hermelinde, maar we zijn hier omdat zij met iedereen mee op kamp twee superlieve meisjes hebben meegenomen die gewoon de tijd van hun leven kunnen hebben op Giro kamp, terwijl die helemaal niet in de Giro zitten. In this puzzle I used to call my life. Oh no. Ik zit hier bij Lise van Giro Hermelinde, maar wat is er nu eigenlijk zo tof en speciaal aan jullie kamp? Wij hebben dit jaar twee kindjes meegenomen die eigenlijk niet in onze Giro zitten. Dus twee extra leren. We hebben die meegenomen door iedereen op kamp. Zij hebben thuis soms een moeilijke thuissituatie. En wij proberen die eigenlijk 10 dagen weg te halen. En hier een tof kamp te laten beleven. Dus we hadden het idee om die twee kindjes mee te nemen, maar dan dachten we van ja, het is wel een beetje moeilijk. Ze hebben niet de middelen om materiaal aan te kopen, zoals een slaapzak, veldbed en zo. Dus dan hebben we Giro voor Giro gecontacteerd en zij hebben ons een budget gegeven waarmee wij dan zijn kunnen gaan shoppen. En we hebben daar veldbedjes mee gekocht, slaapzakken, ook een paar drinkbussen en andere van die echte kampbenodigdheden. Als jullie ook graag zoiets willen doen, contacteer zeker Giro voor Giro. En wij gaan hier nog even mee wentelteefjes eten. Hè? I guess it was simply